Weet u nog waar dit is? Of weet u waar die gestaan heeft, hier achter mij? We gaan het vragen aan de organisatie van deze expositie. John Ruibing, bestuurslid van Oud Winschoten. Nou, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Stichting Oud Winschoten hebben we gemeend om allerlei activiteiten te organiseren dit jaar. En een daarvan was om eens een keer allemaal schilderwerk, tekeningwerk van Winschoten taferelen bij elkaar te verzamelen en daar één grote tentoonstelling van te maken. Als je daar van plan bent, dan heb je een idee van hoeveel van die werken er zouden moeten zijn. Had je daar een idee over? Daar hadden we dus inderdaad een idee over. We waren uitgegaan van ons eigen werk van Stichting Oud Winschoten en wat van particulier of uit particulier bezit. Dus 60, 70 zou mooi geweest zijn. Ja. Uiteindelijk zitten we bijna op 140. En waar moeten we dan aan denken? We hebben al eventjes zo even rondgekeken. Winschoten Toren is niet te vergeten, zie ik. Ja, dat is natuurlijk een prominente iets in Winschoten. Dus dat is vaak getekend, geschilderd. Maar we hebben dus ook prachtige afbeelding van onder andere de watertoren van het gebouw van de Winschoten Krant. Oude gasfabriek. De gekste dingen. Veel dingen die ook verdwenen zijn. Dus dat maakt het echt uniek. En daarbij komt natuurlijk ook nog dat er dus ook heel veel uit particulier bezit is. Wat dus niet bij het grote publiek bekend is. Jullie zijn jarig, 40 jaar bestaan. Hè? Dat is een van de activiteiten die jullie doen. Er zijn nog een heleboel andere mooie dingen die komen. Eigenlijk dacht ik, ja, dat is wel mooi, want je bent jarig en je geeft ons een cadeau. En dat is eigenlijk wel heel mooi, want je laat ons, hè, als inwoners, iedereen laat je zien, geef je de kans om te laten zien hoe mensen onze geschiedenis hebben vastgelegd. En we wouden nog graag de wethouder vragen of zij achter elkaar wat plaatjes zou willen opplakken. Op dat paneel. Ja. Het is wel spannend, hè? Want dan gaan we met elk plaatje zien wat het dan wordt. Op een artistieke manier. Op een artistieke manier, nou, hè? Moet je schuiven, wat probeer je in het hebben? Niet zo. Dan hoop ik dat ze zien. Maar er staat nu met potlood en penseel door Winschoten. Heel. En hiermee. Ja, wethouster Laura Broekhuizen, zojuist geopend de expositie op Open Monumentendag die Stichting Oud Winschoten heeft ingericht in de Marktpleinkerk. Ja, prachtig om te zien, hè? Al die verschillende hele bijzondere plekken van Winschoten en nu in één keer allemaal bij elkaar. Ja, je bent geen geboren Winschoterse, maar toch wel herkenbaarheid heb ik gemerkt nu we even over de expositie lopen. Ja, kijk, ik ben geboren in Stadskanaal. Opgegroeid in Veenam en nu woon ik hier. En ik ging vroeger altijd of met mijn moeder of met mijn oma naar Winschoten. En er werd een nieuwe winterjas uitgezocht bij Dresselhuis bijvoorbeeld, hè, waar we nu vlak voor staan. En dan deed je een loopje in de Lange Straat en dan nog een glaasje kwast, hè, in het hotel, wat nu de parfumerie is. Nou, zo maak je de veranderingen van kind tot aan nu maak je mee. Want zo'n stad verandert, dat kan ook niet anders. Ja. Ja. Het is niet alleen het centrum Winschoten waar die vereeuwigd is op schilderij of tekening. Maar we zitten ook een beetje in de periferie, Otto Bolhuis. Hè? Want ja, jij staat hier bij een schilderijtje, gesigneerd met PP13, dat ben jij niet. Nee, dat is Piet Pijper van de Constant en Huygenslaan. En die heeft een aquarel gemaakt van een deel van het complex van de Veenhoven. De Veenhoven bestaat uit een groot hoofdhuis. Een stallencomplex wat tot woonhuis is getransformeerd. Daar woont op dit moment de voorzitter met zijn echtgenote van de stichting. Verder heb je nog een tuinhuis een tuinmanswoning. Daar woonde altijd de oude tuinman. Die is vorig jaar heen gegaan, Flip Verder. Dat is inmiddels weer verhuurd. En daarachter heb je dan nog een appelhuis. En daar woont een moeder met haar zoon en die met de stal. En die hebben beheer over de paden wat rond de Veenhoven allemaal loopt. Hoe is het ontstaan, dit schilderij? Nou, ik was daar op bezoek en ik zag in zijn atelier dit schilderij. Zij gaven een feest en dan moet je ook even een cadeautje meenemen. Kun je zeggen, dat ben lang vervlogen tijden. Ja, zeker. En ik hoor net flusten dat hij de mokker ben van dat schilderij. Ja, dat klopt. Original. Talens.
Talens. Ik ben Jan Talens. Jan Talens, echte windschoten? Tot mijn 7e jaar. En toen ben je de windschoot voortgegaan? Noord Oorpekel. En door, nou ja, en daar wonen we nog. Maar windschoot net je niet losloren, want nee. Ik heb net even achter me gekeken en dan lopen we zo even mee. Er stond nog veel meer van jou. Ja, ja, zeker. En dat is min of meer in opdracht van Rob Roosendaal. En die vraagt ook of ik door een serie van maken wil. Nou, en dat is, dat heb ik toen gedaan. En toen gedaan, wanneer ben je mocht? In 2008, denk ik. Trace Kwant. Ja. Ook hier. En ik zie jou heel aandachtig naar deze twee schilderijtjes kijken. Dat doet jou wat, hè? Ja, die zijn gemaakt door mijn broer, Harry Kwant. En die hebben altijd bij mijn moeder in huis gehangen. En nu mijn moeder niet meer aan de burgemeester Unkerslaan woont, hangen ze bij haar in het Vondelhuis. Dus het is wel heel belangrijk. Voor mijn moeder zijn dit hele belangrijke schilderijen. Maar ook voor mij, want Winschoten, daar ben ik geboren en getogen. Dus. Oud-Winschoten heeft nu de werken allemaal betrekking op de plaats Winschoten. We hebben er dus twee van jouw broer hangen hier. Zijn er meer van hem, voor zover jij weet? Heeft hij meer dingen in Winschoten geschilderd of getekend? Nee, nee. Dit is eigenlijk het enigste. Dit is een tweeluik. En Roland Bakker, die heeft ongeveer hetzelfde schilderij. Die heeft de hele tijd in Vinschoten gehangen, achter de bar. En die lijkt er een beetje op, maar het is niet helemaal hetzelfde. We staan hier bij een paar prachtige werken. Ik denk dat de verf nog een beetje nat is, Dolf Bos. Ik denk dat het heel wat gedroog is inmiddels. Want ze zijn geschilderd in 2011. Ik ben in 2007 begonnen met schilderen. En een van de dingen die ik eigenlijk al steeds met me meevoelde, ik moet eens een keertje de Winschoten Toren schilderen. En ik heb de Winschoten Toren geschilderd vanaf vier gezichtshoeken. U ziet er hier maar drie. Maar alle drie van een verschillende hoek. En als u kijkt naar de tijd op de toren, staan ze ook allemaal op dezelfde tijd. Ik heb ze tegelijkertijd naast elkaar geschilderd. En ik heb er zelf ontzettend veel voldoening aan gehad. Ja. En schilderen is echt een hobby? Schilderen is puur hobby, ja. Dit zijn dus onder andere twee schilderijen die ik heb geschilderd met boter erop. Voor mij moet het ook altijd een bepaalde vorm van herinnering hebben. Net zoals de Winschoten Toren. Heeft de haven van Winschoten ook veel herinneringen. Ja, maar jullie bedrijf staat hier. Ja. Ons bedrijfspand stond hier tussen. Daartussen, ja, beneden. En toen die klassieke schepen in de haven kwamen, was dit voor mij een shot om te nemen. Een stukje voor- en tegenspoed van het leven wat ik daar heb gehad. En hier heb ik eigenlijk mijn hele bedrijf, of mijn leven, dat eigenlijk werkt, eigenlijk zo'n beetje op uitgekeken. Een kunstenaar neemt het soms met de waarheid of met de werkelijkheid niet zo nauw. Maar zijn kunst is echt.